start leggen Tom Dumoulin en Vincenzo Nibali een ruzie bij met een handdruk. Gisteren had Dumoulin uitgehaald naar Nibali. Hij zei dat de Italiaan, net als Quintana, laf gekoerst had en hoopte dat de twee hun plaats in de top 3 nog zouden kwijtspelen. Vandaag klinkt het anders. Ja, ik denk dat mijn woorden gisteren niet helemaal nodig waren. Dat was een beetje misschien erover en misschien had hij daar ook wel een beetje gelijk in dat dat wel een beetje arrogant overkwam. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dumoulin neemt dus verbaal gas terug en op de fiets is het ook een pak minder. In de afdaling van de eerste berg zit hij achteraan in het peloton. Zijn vrienden Nibali en Quintana zetten hun ploegen op kop en slaan een kloof. Dumoulin keert terug, maar op de slotklim kraakt hij opnieuw. Hij verliest meer dan een minuut op zijn concurrenten en moet zijn roze trui afstaan aan Nairo Quintana. Ik heb er vandaag al gereden mee, dus het was gewoon een slechte dag en ik hoop dat ik nu goed kan herstellen voor morgen. So be it. De top 4 in het klassement staat nu binnen de minuut. Het wordt een spannend slotweekend met een bergrit en een tijdrit.